Mijn blessure begon toen ik een jaar of 10 was met buitenspelen. Ik rende weg, verdraaide mijn knie, onderbleef weer staan, de rest draaide weg. En achteraf is daar mijn knie voor het eerst echt beschadigd. In samenwerking met Zilveren Kruis hebben we twee polissen ontwikkeld. De topsportpolis, speciaal voor al onze Team NL topsporters, en de nationale sportpolis. Deze nationale sportpolis is voor alle leden die sporten onder de vlag van een bond. Ik ben in aanraking gekomen met volleybal eigenlijk door mijn familie. En omdat ik bijvoorbeeld kon voetballen door mijn knieën, heb ik het uiteindelijk overgehaald om hier een keertje te komen volleyballen. En na één keertje was ik verkocht. Ik zorg dat ik fit blijf op een paar manieren. Je hebt natuurlijk een beetje de standaard manieren door te zorgen dat je voldoende slaapt en een beetje goed eet. Daarnaast krachttraining doen, als je last krijgt naar de fysio of naar de verzorger. Fit zijn voor mij betekent voornamelijk dat ik redelijk pijnvrij kan volleyballen. Voor mij is het voornamelijk duidelijk geworden dat ik aan krachttraining moest doen op het moment dat ik het niet deed. Als ik het druk had met school of werk of wat dan ook, dan merkte je gewoon dat ik heel snel last kreeg van kleine pijntjes. Volleybal jij veel en wil je goed verzekerd zijn tegen fysiotherapeutische kosten of misschien een keer een sportmedisch onderzoek ondergaan? Zorg dan dat je goed verzekerd bent en sluit de nationale sportpolis af bij Zilveren Kruis. Kijk voor meer informatie op www.zk.nl/nevobo.